Ik ben Hanny Krul en kunstenares beeldende kunst in Rozenburg. En 3,5 jaar geleden dacht ik, laten wij toch weer opnieuw proberen kunst zo dicht mogelijk bij de mens te brengen. Kunst dichtbij. En dat het verbindt dat je jongeren met ouderen en het werk, dus je hebt allerlei disciplines, dat is maar een heel moeilijk woord, maar u weet precies wat ik bedoel. Dansante, audiovisuele, dramatische vorming en beeldende vorming. De beeldende vorming onder onze stichting, en we heten dus de stichting, die is 3 jaar geleden definitief opgericht met de akte. En wij heten dus Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg. Een van de onderdelen van Kunst en Cultuur Rozenburg is BiblioArt. En onder BiblioArt zorgen we dat ieder jaar er minstens zo 10 exposities van kunstenaars komen. Beeldende kunstenaars of audiovisueel, dus foto's mag ook. Daarnaast doen we lezingen en hebben we ook ruimtelijk werk, zoals beeldhouwen, bronsjes, keramiek. We hebben allerlei soorten, zodat het zo dicht mogelijk bij de mens komt. We hebben een 7-man vrijwillige bestuurders, waarvan dus ik, wat ik dan noemde, de voorzitter ben. En een heel belangrijke taak is de secretaris en die zit naast me en dat is Els het Hoofd. Ik ben dus Els het Hoofd, secretaris van de SKCR. En ik wil dan iets vertellen over de huidige expositie in BiblioArt in de Bibliotheek van Rozenburg. Het is heel grappig. Vorig jaar werd ik benaderd via e-mail door Martine Oudshoorn uit Brielen. Die vertelde dus dat haar opa, Klaas Draai, die inmiddels al een aantal jaren dood is, heel veel werk had, schilderijen, maar ook ander werk, om tentoon te stellen of het misschien leuk zou zijn om dat hier een keer te doen. En ze had er een paar foto's bij en het zag er inderdaad heel grappig uit. Dus wij hebben dit jaar de kans gezien om de expositie te organiseren, want we hebben eigenlijk een wachtlijst met mensen die hier willen exposeren, voornamelijk Rozenburgers. Maar we hebben ook wel eens mensen uit de regio. Nou, Klaas Draai was dus een oude Rozenburger. En de expositie is zaterdag geopend. En het leuke is dat zijn zoon heeft de opening verricht, Harry. En die woont inmiddels in Almere. En hij is verleden week hier geweest om te helpen inrichten. En hij is zaterdag weer geweest om te openen. En er was heel veel familie uit de omgeving. Het schijnt een grote familie te zijn. En hier en daar hebben ze wat weggehaald bij familieleden. En dat staat nu allemaal hier geëxposeerd. Dus dat was heel grappig. En Martine had een taart laten maken met een foto van een van de schilderijen erop. Die stond bij de opening. Deze tentoonstelling is dus net geopend en hij is te bezichtigen tot 10 maart. Dan wordt het opgeruimd en dan komt de volgende tentoonstelling er alweer aan. Ik ben Arie Assenberg van Eijsden. Ik herken hier het huis waar mijn opa een aantal jaren gewoond heeft. Volgens mij is die melkbus van een tante van me. Zij is vriendin met een dochter van de schilder. En wat staat er op die bus? Boerderij uit de onderkamer van uw familie? Nou, het is een huis aan de Volgenweg. Bestaat nu al lang niet meer, richting Europoort was dat. En daar heeft mijn opa een aantal jaren gewoond. Het was een woonhuis met wel wat schuren erbij, maar niet echt een boerderij. Ja. En over welk jaartal praten we er ongeveer? Dat mijn opa er woonde, denk vanaf 62 tot 65 of zo. Ja. Hij had daarvoor op de visserij gewoond, dat was tegenover Zwarte Waal. Richting waar tegenwoordig de cementfabriek van Rober is, min of meer. Ja, daar moest hij weg. Toen heeft hij daar nog een paar jaar gewoond.
En daarna is hij echt in het dorp komen wonen. Thank you.